In deze video samenhang en causaliteit. En heb je het over causaliteit, dan heb je het ook over causaal verband of oorzakelijk verband. Nou, op een middelbare school is een groot onderzoek gedaan onder de leerlingen van HAVO klas 1, 3 en 5. Nou, ze hebben een vragenlijst hebben ze moeten invullen en van elke leerling weet je nu de lengte, het gewicht, eetgewoonte, de mate van discipline. En toen is het onderzoek was klaar. En na afloop heeft elke leerling dezelfde algemene kennistoets gemaakt. Nou, wat blijkt? Nou, hieruit kwam het volgende plaatje. Dus de score werd uitgezet tegen de lengte. En je kunt je dan afvragen, want de video gaat over samenhang en causaliteit, oorzakelijk verband. Dus je kunt je afvragen, hebben we te maken met samenhang? Nou zeker, het is namelijk zo dat als de lengte toeneemt, de scores hoger worden. Dus we hebben te maken met samenhang. Dat schrijf ik even op. Dus als de lengte toeneemt, dan neemt de score ook toe. En dan de volgende vraag, dus wat denk je, is een grotere lengte een oorzaak van het beter scoren op de toets? Of is er iets anders aan de hand? Nou, ik denk eigenlijk van niet. Want als je goed scoort op een toets, dan heb je waarschijnlijk al wat langer, daar zit je waarschijnlijk al wat langer op school. Dus je hebt al van alles en nog wat heb je geleerd. En dat heeft natuurlijk niks te maken, of in mijn ogen heeft het niks te maken met de lengte. Dus ik denk van niet, je krijgt meer kennis doordat je informatie opneemt en niet doordat je langer wordt. Nou ja, vaak kun je wel bedenken dat de samenhang niet op een oorzaak wijst zoals in het voorbeeld wat we net hebben gezien. Zo is de lengte van een scholier geen oorzaak van hoge scores op een algemene kennistoets. Dus zou je onderzoeken het volgende, dus niet scoren en lengte, maar je zou gaan onderzoeken het aantal jaren onderwijs en scoren. Nou ja, dan zou het best eens kunnen zijn dat je te maken hebt met een oorzakelijk verband. Dus als blijkt dat het aantal jaren onderwijs wel de oorzaak is van goede scores, dan is er wel sprake van een oorzakelijk verband. Oké, maak ik weer een beetje ruimte. Want er komt een nieuw onderzoek aan. Is er een verband tussen gezond eten en scores op de toets? Dat is wat je je afvraagt. Nou, en als je dan al die gegevens samenvoegt, dan krijg je het volgende plaatje. En zoals je ziet hebben we te maken met samenhang, want ja, hoe gezonder je eet, hoe hoger de scores. Dus we hebben te maken met samenhang. Ja, dat is wel duidelijk. Maar heb je te maken met causaliteit? Nou, voorwaarden van een causaal verband bij een samenhang op 1. De oorzaak moet voorafgaan aan het gevolg. Nou, daarvan is hier sprake. Want het is namelijk zo, de mate van gezond eten. Dus de eetgewoonte, die staat hier. En daarna heeft elke leerling dezelfde algemene kennistoets gemaakt. Dus aan punt 1 hebben we voldaan. Dat ga ik zo meteen opschrijven. En punt 2... Er mogen geen andere variabelen zijn die de samenhang verklaren. Dus je kunt misschien wel een variabele bedenken, maar dan zou je die moeten uitsluiten. Die zou je moeten onderzoeken. Nou, de toets is gemaakt nadat er is geconstateerd hoe gezond de leerling eet. Dus aan voorwaarde 1 is voldaan. Maar hoe zit het dan met voorwaarde 2? Ik zei het net al, kun je een variabele bedenken die het verband tussen gezond eten en scoren zouden kunnen verklaren? En dan gaan we even kijken naar ons lijstje
Want je zou misschien kunnen gaan kijken naar de mate van discipline. Dus leerlingen met meer discipline, het zou best wel kunnen zijn dat die gezonder eten, maar ook dat ze beter scoren op de toets. Dat kan natuurlijk. Dus dat moet je onderzoeken. Dus verklaar de variabele discipline de samenhang. Als dat zo is, dan weet je zeker dat je niet te maken hebt met een causaal verband tussen die twee variabelen. Dus we gaan dit onderzoeken en we gaan uitsluiten. Oké. Nou, wat we gedaan hebben is het volgende. We hebben al die gegevens, dus we kunnen ook de leerlingen verdelen in de categorieën. Lage discipline, midden of matige discipline en hoge discipline. En als je dat doet, dan krijg je de volgende figuur. Wat valt op? Nou, hier hadden we te maken met samenhang, maar hier, hier en hier niet. Dus, er is geen samenhang tussen gezond eten en scores als we gaan kijken naar die drie plaatjes. Nogmaals, hier is wel samenhang in die figuur, maar in die drie figuren niet. Dus, heb je meer discipline, dan eet je gezonder en zijn de scores hoger. Dat is wat je hier ziet. Ja? Dus neemt de discipline toe naar dit plaatje. He, dan zie je dus ook gezonder eten en de scores zijn hoger. En is de discipline laag, eet je minder gezond en zijn de scores lager. Ja? Met andere woorden, discipline is dus een variabele die de samenhang tussen gezond eten en scores verklaart. Discipline noem je dan de gemeenschappelijke factor. Nou, met andere woorden, als we nu weer naar dit plaatje gaan, hè, we hebben te maken met samenhang. We hebben gekeken naar de voorwaarden voor een causaal verband. We voldoen aan punt 1, maar we voldoen niet aan punt 2. Want het is namelijk zo, er is een andere variabelen die de samenhang verklaart, we hebben niet te maken met een causaal verband. Nou, in het algemeen is het niet eenvoudig om aan te tonen dat wel aan de tweede voorwaarde is voldaan. Meestal lukt die eerste wel, die tweede is lastig. Het is namelijk zo, de toets is gemaakt nadat er is geconstateerd hoe gezond de leerling eet. Dus aan die eerste voldoe je. In de praktijk ga je mogelijke gemeenschappelijke factoren één voor één uitsluiten. Dus hoe meer variabelen je uitsluit, hoe waarschijnlijker je te maken hebt met een oorzakelijk verband. Nou, wij hebben gekeken naar de variabele discipline. De variabele discipline bleek de gemeenschappelijke factor te zijn. En toen kwamen we erachter dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen scoren en de mate van gezond eten. Einde van de video. Ik zeg tot de volgende keer.